Ik kreeg een tweet met een vraag van Mirjam de Liefste. Zij vroeg mij of ik gebruik heb kunnen maken van hun plan voor de AHO-JG-criteria. Dat zijn de voorwaarden waarop je een coffeeshop kunt plaatsen in je gemeente. Nou, dat heb ik zeker kunnen doen. Wat zo goed is, is dat je in elke gemeente je eigen voorwaarden moet hebben die verslaving voorkomt. Voorkomt dat jongeren binnenkomen en al helemaal voorkomen dat er ellende zoals overlast en criminaliteit rondom die coffeeshop is. Dus Mirjam, hartstikke bedankt voor het toesturen van je plan. En we gaan natuurlijk in Den Haag verder om te zorgen dat we tot een goed coffeeshopbeleid komen.